Ik ben Merida en op dit moment sta ik in Sportpark Strandvliet. Ik ben op het evenement van Unity Cup en ik sta hier namens Gospel Media for You. Op dit moment zijn er verschillende kerken die tegen elkaar aan het voetballen zijn. Ik neem jullie mee om een kijkje te nemen en om de sfeer te proeven. Ja, jij bent degene die dit eigenlijk organiseert. Geniet je er ook van? Ja, tuurlijk geniet ik ervan. Het is een hartstikke mooie dag. Alleen hebben we het weer een beetje tegen, maar dan mag de pret niet verderven. En ik ben heel blij met de opkomst. De samenkomst, heel belangrijk, want daar draait het allemaal om. Dat gaat heel goed, dat gaat heel goed. Voor welke kerk ben je hier? Ik kom eigenlijk kijken, want mijn kerk doet dit jaar niet mee. Maar het is gewoon zo'n mooi initiatief dat ik gewoon iedereen kom supporten hier vandaag. Kan je vertellen wie je bent en voor welke kerk je speelt? Mijn naam is Eugene Valdink, ik speel voor EBG Koningskerk. Oké, en wat is de stand op dit moment? We spelen nu niet, maar we hebben 1 gewonnen, 2 verloren door de scheidsrechter. Ik ben scheidsrechter geweest, ik ben ook scheidsrechterassistent geweest, dus ook met de vlaggen. En ziet u ook dat er wordt vals gespeeld? Vals? Er worden soms wel overtredingen gemaakt die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dat denk ik bewust of onkunde. Wie komt te supporten? Victory Outreach. Oké, en hoeveel wedstrijden hebben zij al gespeeld? Het damesteam heeft nu 1 wedstrijd gespeeld en de heren al 3. De heren hebben 3 wedstrijden gelijk gespeeld en de dames hebben de wedstrijd gewonnen. Voor wie ben jij? Voor wie ik ben? Ik ben van de Maranata. Oh, je bent van de Maranata. Oh, natuurlijk. Je hebt sportkleding aan, dus je bent aan het spelen natuurlijk. Oké. Kan je iets vertellen over de sfeer? Hoe vind je het op dit moment? Ja, ondanks dat het weer een beetje tegenvalt, is het nog wel gezellig. Je ziet weer andere mensen van andere kerken die je ook kent of zo, weet je. Gewoon een beetje socializen van alles. Er is lekker eten. Is goed. Wat vind ik ervan? Nou, leuk. Goed georganiseerd. De eerste keer dat ik kom kijken, maar ja, het is nice. Oké, fijn om te horen. Welke kerk zijn jullie? Bron des Levens. Bron des Levens. Oké, en geniet u van deze dag? Ja hoor, zeker. Oké, en hoe staan jullie ervoor op dit moment? Ja, we hebben 2 gespeeld en beide verloren. Kan je iets vertellen over jezelf, waarom je hier bent? Ik ben hier namens PVT en zeker, het is een leuke dag. Ik bedoel, christenen die zoiets organiseren onder elkaar. Natuurlijk leuk om hier te zijn. Ik kom mijn kerk eigenlijk ondersteunen, of de gemeente waar ik zit ondersteunen. En dat is dan naar Praise Valley Temple. En daarom ben ik hier. Maak het eten! Ja, zeker erg lekker. En er zijn even wat minder klanten, dus ik denk, ik ga zelf even lekker. Wie denk je dat gaat winnen vandaag? Wauw. Kijk, is wel een moeilijke vraag, maar... We zijn nieuwkomers, dus we gaan ze verrassen. Dit was Gospel Media for You. Bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer.